Hallo allemaal! Super dat je kijkt naar een nieuwe video van Lokaal Junior! Wij zijn nog steeds in Dubai en misschien hebben jullie het al voorbij zien komen. Wij hebben een hele toffe leenauto die jullie hier zien staan. Alleen deze moeten wij vandaag gaan inruilen voor een andere leenauto. En wij komen daar langs heel veel tankstations. En toen dachten we, laten we vandaag één dag alleen maar van tankstations eten. Ik doe wel zo, maar is het wel lekker? We hebben het in Nederland een keer gedaan en toen is het wel goed gegaan. Ja. Dus we zijn heel erg benieuwd of dat in Dubai ook gaat lukken. Maar voordat we gaan rijden, moeten we natuurlijk even het geluid laten horen van deze auto. Want die is natuurlijk super vet. Oké. Zijn jullie er klaar voor? Ben je klaar voor? We hebben Debran achter het stuur. Nog één keer, schatje. Wow. Oké, deze auto laten we achter, want we hebben de auto ingeruild voor een andere gezinsauto. En dan gaan we nu instappen. En op zoek naar ons eerste tankstation, want we hebben trek, of niet jongens? Ja, zeker. Wij hebben ook nu een andere auto. Ja, andere auto. Oké, de weg naar de tankstation toe is wel iets lastiger, want het heeft hier geregend. En kijk even hoe de wegen eruit zien. Oh, dit is niet normaal. Ik hoop dat het ons gaat lukken om het tankstation te bereiken, want dit is niet normaal, jongens. One hour later. Oké, geloof het of niet, we hebben er gewoon een uur over gedaan om aan te komen bij onze eerste tankstation. Nog steeds vol met mega plassen met water. Jongens, hebben we trek? Ja. Oh, en hoe? Het staat zo vast in het verkeer. Ik ben benieuwd hoeveel tankstations we vandaag kunnen halen. Maar wacht eens even. Kijk, hier heb je tankstation. En wat zien we hier? Een McDonald's. Een Pizza Hut. Een Subway. Een shawarmazaak. Donuts. Krispy Kreme donuts. Een farmacie voor onze hoofdpijn. Besef eventjes. En dat is niet alleen hier. Op heel veel plekken hier bij tankstations heb je gewoon een drive-in van KFC, van Burger King, van McDonald's. Maar daarnaast dus ook eigenlijk allemaal kleine winkeltjes. Maar goed, wij gaan toch wel eventjes onszelf niet te makkelijk maken. En even kijken wat ze hier binnen hebben. Oké, wacht even. Zo. Een mega Pringles. Die is gewoon net zo groot als Mimi zelf bijna. Oké. Ga je chips eten, Mimi? Laten we eens even kijken. Ze hebben trouwens niet alleen deze chips, maar kijk even hoeveel chips ze hier hebben. Hier een hele rij vol met chips. Ze hebben gewoon een heel gangpad vol met verschillende soorten chips. Wat dan? Wat zie jij? Wat zie jij? We hebben daar de nootjes. Oh, Skittles. Oké, we gaan even eerst kijken. Ik heb wat gevonden voor jou, Eli. Jouw boontjes en chips. Die moeten we sowieso gaan uitproberen. Water? Oké. Ik heb ook wat voor jou gevonden, Sarah. Nou. Flaming Cheetos. Die schijnen super heet te zijn. Heb ik Mike uitgeprobeerd. Die gaan we ook even uitproberen. Oké, ze hebben hier nog een gangpad met allerlei koekjes. Tissues, geurkaars. Voor als je onderweg denkt, hé, die heb ik echt nodig. Maar je hebt hier ook gewoon best wel veel speelgoed in deze tankstation. Dat moet je ook nog eens ook hebben. Ja. Hele enge kippertjes. We zijn wat verder de winkel ingelopen en we zien hier eigenlijk vooral ook heel veel snoep. Check bijvoorbeeld hier ook een hele afdeling met... Je denkt gewoon dat je in een snoepwinkel bent. Dit heb je bij ons niet in Nederland in de tankstation. Ja, dit is wel TikTok. Oh echt, zelfs TikTok-kauwgom hebben ze hier. Maar we moeten natuurlijk eigenlijk een beetje gaan ontbijten. Maar dit is een beetje ongezond, maar jongens, wat zien jullie achter mij? Iets wat we niet moeten doen. Iets voor mij, heel lekker. Ze hebben hier een Starbucks. Maar we kwamen hier dus ook al wat croissantjes tegen. Lekkere koekjes. Dus ik denk op zich wel dat we hier wel wat kunnen halen. Oh, banaantjes. Ze hebben zelfs bananen. En appeltjes. Oké, genoeg keuze. We zijn toch even doorgelopen naar de Starbucks gedeelte. Want kijk, ze hebben hier dus eigenlijk ook gewoon wraps. Een hotdog broodje. Wat hebben ze nog meer? Van die lekkere gevulde wraps. Er is hier eigenlijk echt heel erg veel. Oké, we gaan even de keuze maken. We zitten in de auto. Ja. Wat hebben we allemaal gekocht? Ja. 4 keer een warm croissantje. Oh, lekker, lekker. We konden dus ook een verse smoothie laten maken bij het Starbucks gedeelte. Ja. Daarnaast hebben we natuurlijk de Edamame bootjes. Ik ben benieuwd of je die lekker vindt, hoor. Zo benieuwd. En natuurlijk ook pittige chips. Wie gaat die uitproberen? Ik kan. Oh, echt? Ga je die echt doen? Ja. Zo benieuwd je daar. Die gaan we zo meteen ook even proberen. Ja, dat hebben we ook gehaald. Water. Genoeg water om het weg te spoelen. Ja. Eerst even croissantjes.
We gaan eerst eventjes de goede bonen chips van Ina uitproberen. Ja. Eens even kijken hoe ze eruit. Oké, ben je er wel? Vind je het spannend? Hij vindt het spannend. Ik ook. Een beetje spannend. Oké, kijk. Ga je met drieën? Ga je met drieën? Ook echt op een boontje. Oké, we gaan ze tegelijk proeven. Iedereen heeft al een hapje. Neem een hapje. 1, 2. Witte! Oh! En weet je dat? Ah, nee! 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 Nee, joh. Neem hier ook een hapje. Oké, neem dan ook een hapje. Hapje! Nee, ik moet opbekennen. Ik kwam er net achter. Ik zag net staan. Wasabi. En wasabi is pittig. Dus het zijn niet te bepoetig. Gaat het? Ja, die! Dan gaan we nog een stapje erger. Elra, we gaan deze samen proeven, toch? Oh, wow. Nee. Laten we eerst eens. Ik weet niet hoe heftig die is. Elra, proost. Oké, wacht. We leggen een zakje klaar voor ons. Voor iemand die moet spugen. Je moet wel een grote hapje nemen. Geen kleine idee. Oké. 3, 2, 1. Debbie, niet liegen. Ben ik de enige die het weer aan? Deze valt nog mee. Ja? Tijd om door te gaan naar de volgende tankstation. Let's go. Oké, we komen weer spetterend aan bij de volgende bestemming. Staat er eentje. Wow. Dit tankstation hebben we een autobandstraat. Je kan hier autobanden kopen als je auto onderweg kapot is geraakt. En zoals ik zei, fastfoodketen. Hier heb je dus een Burger King aan het tankstation. Maar goed, die van ons bevindt zich daar. Estra? Ja? Mag ik die ook meetellen als tankstation of niet? Nee, we gaan wel echt naar binnen. Ik ben voor jullie! Oké, daar bevindt zich de ingang van het tankstation. En dan komen we alsnog eventjes een pizzeria tegen. Maar je staat er tegenaan, hè? Jij wilt alles! Ja, jij wil alleen één dag fastfood eten. Kunnen we ook een keer doen, maar vandaag is het tankstation. Oké, we komen binnen. Eigenlijk denk ik wel weer een beetje hetzelfde opzet. Ik zie weer hier van alles aan snoep. We zien daar weer lekker verse broodjes. Starbucks? Zei iemand Starbucks? Nee. En weer inderdaad hier, kijk dit. Allemaal van die kleine snoepjes, alsof je in een snoepwinkeltje bent. Van die aparte snoepjes hier ook gewoon. Japans snoep, nerd, Amerikaans snoep. Hier, ook weer Japans snoep. Japanse KitKat. Jongens, stop met wat je aan het doen bent. Ik heb iets gezien, jullie gaan gek worden, geloof mij. Wat dan? Volg mij. Oké, want als we hier naar achter lopen... Een slush puppy machine en donuts, zal ik maar spiegelen. En dit telt wel, deze zitten gewoon in het tankstation. En kijk hier, gewoon drie slush puppy machines. Oké, we hebben de jackpot. Ja, dat is sowieso een donut. Oké, die jongens zijn super blij. Want ze hebben een donut. Ondertussen zie ik hier op de achtergrond ook nog echt wel bijzondere dingen. Een hele grote pak. Nee, dit is geen pittige. Oh ja, voor pittig eten. Maar een hele grote pak melk. Dat heb je bij ons in Nederland ook niet. Cashewnoten, toch? Maar hier in Dubai is alles echt pittig ook. Hè? Heel veel dingen zijn pittig. Heel veel dingen zijn pittig. Ja. Hey, maar we komen hier ook van alles tegen wat we dus nog niet eerder hebben gezien. Popcorn met M&M's. Ja? Die gaat er ook bij. We gaan nu gewoon... Oké. In deze tankstation gaan we een aantal dingen uitkiezen die we nog niet eerder hebben gegeven. Oké, geproefd? Nieuwe dingen. Let's go. Zo aan het kijken, maar bij deze bakkerij, ik noem eigenlijk even een soort bakkerij, is de keuze eigenlijk zelfs wat groter. Dit is een, ik denk een spinazie-wrap, maar kijk hier ook. Oh, ja, misschien wasabi inderdaad. Oh, lekkere muffins. Oh, kaaskroissantjes. Oh, wat heb jij? Sour jelly beans. Oeh. Zullen we die doen? Oké. Ons oog valt op de taki-staki chips. Die heb je in Nederland ook, maar we hebben ze nog... Maar die hebben we dus nog nooit geprobeerd. Je hebt deze en de blauwe. Welke gaan we proeven? Deze. Hot chili pepper. Oké, we gaan deze. Oké. Wat zie je erbij? Starbucks koffie. We zitten in de auto. We hebben even hier alles neergelegd van wat we hebben gekocht. Ik mag kozen om met deze te gaan beginnen. Hoe zou hij eruit zien? Net zo mooi als op de pakje. Oké, dat ben ik ook heel benieuwd. Hij zou zo eruit zien. Oké, jongens. Ja. Hij ziet op zich wel gewoon leuk uit. Dat is M&M. Oké, jongens. Ja, waar zit de M&M? Allemaal M&M.
Oh, oké. Okay. Je moet even goed zoeken. Maar je zit veel met gesmolten choco, maar soms dus ook met een mini M&M. Oké. Okay. Mm. Oh. Mm. Alleen wil ik het zout hebben. Ja, maar dit is gewoon suiker. Ja, maar... Ja? Gewoon lekker chocoladepopcorn. Het enige minpunt is toch wel, vind ik, dat hij er hier wel echt iets beter gevuld uitziet. En dan kijk je hier en dan moet je wel zoeken naar een M&M's. Maar goed, we vinden hem allemaal wel lekker, toch? Mimi, wat wil je hebben? Eitje. Oké, okay, we hebben een eitje bij. Ik wil graag de kindercream. Ik weet niet, we hebben hem nog nooit in Nederland gezien. We gaan hem even openmaken. Mm-hmm. Oeh, maar hoe gaan we dit eten dan? Hebben ze geen lepeltje bij? Er staat hier spoon en... Oh, uit de bek. Oké, hieronder als het goed is. Oh, kijk. Daar hebben we het lepeltje. Oké, maar eens even kijken. Oh, ik wou zeggen, er is niet alleen witte chocola, maar gewoon ook de bruine. Lekker? Jongens. Ja, lekker. Oké. Okay. Ja. Oh. Ja? Ja. En jij, Ilai, vind je ook lekker? Mimi? Mimi, ga je ook eerst een hapje nemen of ga je alleen maar roeren, Mimi? Oh, en? Lekker. Lekker! Wij hebben ook wat gehad. Ik hou heel erg van bounties, maar dit is heel wat anders. Het staat ook opnieuw. Ja. Oh! Eigenlijk lijkt het meer op een musli-reep of zo. Ja, wat wou ik net zeggen. Neem een hapje. Aanproeven. Ja, dat is wel lekker. Ja? Oké, volgende die we gaan uitproberen zijn deze Japanse KitKats. Ik denk gewoon met een aardbeien smaakje vul ik erin. Oh, ze zien er echt super leuk uit. Kijk dit, lijkt een soort dobbelstenen. Oké, jij lijkt op een soort kastanjes of zo. Oké, al drie tegelijk proeven. 1, 2, 3. Oh, Mimi ook. Klaar een beetje. Heel zoet, echt heel zoet zuur of zo. Oh, dan wil ik het echt. Nee. Nee. Ik hou er niet van, nee. Nee, niet mijn favoriet. Lekker? Oh, die is vies. Lekker. Oh, maar hij vindt alles lekker, die vieze ding. Oké, Esra, ik ben heel erg benieuwd naar die. Ja. Ik ben vooral benieuwd of dit een bittere chips is. Oké. Ik ga het proberen. Oeh, ze zien er wel... Wie wil het allemaal proberen? Ze zien er wel goed uit. Kijk dan. Mimi, Gaan we hem eerst als eerste aan proeven? Nee, niet de Mimi. Nee, Mimi, nee. Goed zo. Hij is pittig. Nee! Ik heb het niet gezegd. Oké, dan moet iedereen weer in kismos gooien. Eeuw. Echt? Hoe kan jij pittig hebben? Hij komt sowieso. Oh my god. En hij niet. Mag ik? Nee, Mimi vindt het gewoon lekker. Joh, ik heb juist geen emoties nodig. Kijk. Oh, wat gebeurt er, Ilai? Water. We hebben onze pittige chips gevonden. Was die pittig, Mimi? Ja. Heb je nog één? Nee. Het gaat niet zo goed met Mimi, want die gaat helemaal stuk van de pittigheid. Water, Pias? Ja. Oh. Oké, even over op wat zuurs genoeg pittig voedsel gehad. Wie wil deze proeven? Ik! Oké. Pak er maar eentje. Hier, Mies, ook eentje. Oké, dan nemen we allemaal in. Eentje, Mias. Eentje. Hij heeft er gewoon twee gepakt. Oh, lekker. Welke kleur heb jij? Oké, we gaan even kijken wat Mimi gaat doen. Oké. Ja, ook. Wacht, het komt. Lekker? Oké, het komt. Ja. Valt dus mee ook. Okay. Lekker. Hey, als we hier toch zijn, even een keertje carsportje voor jullie. Wauw, mooie McLaren die voorbij komt. Een leuke Bentley hier zo naast ons. En volgens mij de favoriet van de meesten. Een mooie Lambo. Wauw. We zitten weer in de auto en zoals gewoonlijk weer file. Het is misschien een beetje lastig te zien op beeld, maar het staat tot helemaal erachter vast. Maar goed, geeft ons weer tijd om een beetje ruimte te maken in de maagjes. Ja? Even tellen met het telefoontje en dan naar de laatste bestemming. Het heeft maar even geduurd, maar we zijn aangekomen. Wacht. Bij wie heeft de chips ingewerkt? Want ik ruik een scheet. Wie was het? Niemand. Mimi? Mias kijkt heel stoeltjes vandaag naar buiten. Okay. Met vier mannen weet je het echt. Ja, nou ja, inderdaad, weer een Mackie. Hoe kan het ook anders? Hier, weer de banden. Als je banden kapot zijn onderweg, je wielen kan je kopen. Auto was. Maar de Mack zit erin. Wacht even, jongens. Oh, wacht even. Mias, kom. Yeah!
ik wil even dat we nu met z'n allen gaan stemmen. Want hier is de ingang voor het winkelgedeelte. Maar de McDonald's zit er letterlijk naast. Wow. We gaan stemmen. Wie stemt ervoor dat de McDonald's onderdeel is van het tankstation? Hand in de lucht. McDonald's hoort erbij. Becky? Oké, dat zijn 5 stemmen voor. Het zit in hetzelfde pak. Het is inderdaad precies hier. De rode streep loopt door tot aan McDonald's. Mijn benen gaan die kant op. Mijn benen gaan die kant op. Ik wil niet helpen. Even voor jullie nog een keer. Hier is de ingang van de McDonald's. De rode streep loopt door tot de ingang daar. Hier staan allemaal auto's en het tankstation. Ik wil er een high-five geven op mensen. Kijk hoe blij die is. We hebben ons eten binnengekregen. Oh, dat was een lekkere grote hap. Is het heet? Heet? Is gelukkig heet en niet heel pittig, hè? Ja. Oké. Okay. Die Lars, net zijn echt heel groot. Wat is er, Bibi? Wat wil jij hebben? Jij bent je happy. Al mijn eten geef ik wel aan Mias. Oké. Wij gaan lekker eten en hierbij gaan we ook gelijk de video afsluiten. Ik hoop dat jullie meegenoten hebben van ons van de video. Zeg dan abonneer en tot de volgende keer. Doei!